Laatste nog een kilometer. Tempo toch de lucht in zijn. Nog een kilometer. Vrij de derde positie. Oei, de mannen van Saxo. Daar komen de mannen van Saxo met een versnelling. Loend is niet traag. Heido is niet traag. Oeh, wordt er iemand afgelost van Rabobank, foutje. En dat hebben ze gezien natuurlijk. Dat is armoede. Dat hebben ze gezien. Sagan is daar een beetje in de penarie gekomen. En Degenkolb die komt niet meer uit dat wiel van Sagan. Cancellara glipt daarmee buitenom. Maar lijkt zich niet meer met de debatten te gaan moeien. Tempo nu nog wat hoger. Op naar de Sint-Salvatorkerk. En waar zit Bonen? Op naar zit Bonen. Van Marken komt. Van Marken. Bonen. Bonen schuift een stelling op en gaat het van ver doen. Dat is wel erg ver, hè, Tom. Dan moet je wel heel zelfzeker zijn om door die chicane te komen. Hè. Maar doet het hier wel goed. Dicht tegen de bocht. Maar het is Frère die komt. En het is Frère die de E3-prijs halen. Beke. Of is het Bonen? Ja, Bonen steekt in ieder geval de hand op. Dus renners hebben vaak toch wel het juiste beeld. Frère kwam laat. Hem. Hij pakt ja, hem. Alsjeblieft. Vijf, vijf, vijf. Hij lijkt zeker. Alsjeblieft. Hij lijkt zeker. Een Frère schuddebol. Hij lijkt zeker. Door dat goede spoor te kiezen binnenkant bocht. Ga toch nog even wachten, maar deze man schuddebolt. Ja, dus kan. Bonen, het is nipt, hè. Het is nipt. Het is juist, maar he? Het is wel juist. Ja. Ik zou zeggen een wieldikte of een velgdikte, maar die velgen zijn 7, 6 centimeter, dus het is voldoende. Ja, het is heel, heel nipt, maar het is wel duidelijk. Het is wel duidelijk. En voor de derde plaats is het helemaal duidelijk. Twee man toch echt wel goed vooraan. En ja, we zullen zien blij zijn. Ondanks een groep van 45 renners naar de finishlijn. Frère kwam razendsnel, maar Bonen had het betere traject. De ervaring hier al zo vaak gesprint voor winst. En hij maakt het af in zijn koers. Ja, absoluut. Hè. Zoals ik net al zei, een hele grote verantwoordelijkheid op de rug van Bonen. 1 Bonen, 2 Frère, 3 IJssel, dan 4 Douquet en dan Van Marken. Toch mooi op plaats 5 en Degenkolb op plaats 6. Dan gaan we het nog eens bekijken. Daar kiest hij resoluut van vrij ver voor de kopplaats. Wil daar absoluut die koord houden. Dicht tegen de nader aan. Frère aan het wiel. Frère, nogthans goed getimed, komt er nu naast. Maar daar is de streep al. Ja, maar goed getimed inderdaad. Maar kon niet vroeger komen wegens de sterkte van Bonen. En dus Bonen van kop af, gewoon de sterkste. Eén man die in de buurt kon komen, dat was Frère. En voor de rest niemand die deze Bonen diep over het stuur. Dus kijk naar de gezichten. Moet dan toch al een tijdje zijn déclic gemaakt hebben. Ik ga voor de sprint.